je muur was net niet sterk genoeg. Nee, ik denk dat we helemaal niet zo van die muur gebruik hebben moeten maken totdat we de rode kaart tegen kregen. Ja. Want volgens mij hebben we daarvoor behoorlijk het spel bepaald. Wij hebben veel de bal gehad, eerste helft. De eerste 60 minuten zijn wij volgens mij wij hebben een tactisch plaatje neergezet waar Rijsburg het wel lastig tegen had. Met een team die een beetje vals was, in de bal kwam. En ik zag de centrale verdedigers van Rijnsburgse boys echt zoeken. Wat moeten we hier nou tegen doen? En dat hadden we van tevoren bedacht. En dat was volgens mij aardig uitgekomen. Je hebt het wel een aantal keren heb je geroepen, het is hier een heel zwart theater. Ja, dat vond ik wel, ja. Dat is knap. Leg eens uit. Nou ja, ik bedoel, als Opoku omgelopen wordt, wat de grootste en sterkste verdediger is. En die schreeuwt en valt. En dat was een gele kaart. Nou, ik denk als je hem terugziet, dan is het gewoon een lachetje. Maar los daarvan. Dan moeten wij ons tegen wapenen. Dus wij moeten ook slimmer zijn. En Goeman, je kan ervan genieten, heb ik volgens mij vorige keer ook al gezegd. Ja, die gaat gewoon liggen. Ja, die gaat schreeuwen en dan is de vrije trap. Ja, en terwijl er niks aan de hand is. En dat is wel wat ik kan waarderen aan Rijnsburg. Dus dat was het theater vooral. Hoe ga je om met het feit dat die wedstrijd voor jullie gewoon 10 seconden te lang duurt? Ja, dat is natuurlijk super zuur. Wij gaan wisselen, we gaan 4-3-2 spelen. Wat wij doen als we tegen 10 man uitkomen. Ja, en dan valt die bal verkeerd en wordt hij nog aangeraakt. En dan schiet Van Ooyen binnen. Dus dat is volgens mij niet de eerste keer dat hij als invaller scoort. Dat is super zuur, want hij fluit af bij de aftrap. Dankjewel. Ja, graag gedaan.